Het politiebureau aan de Stieltjesstraat komt over enkele jaren leeg te staan. De politie heeft in overleg met de gemeente Nijmegen gekozen voor een locatie naast het Heinz Innovation Center aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Het huidige gebouw is tegelijkertijd te groot en te klein geworden. Wat gaat er gebeuren met het huidige politiekantoor? Het is allereerst natuurlijk een wens van de politie om een goede locatie te hebben waar veel politiemensen samen kunnen komen. Makkelijk bereikbaar met de auto en waar je ook snel als politie kunt uitrukken. En dan is het bedrijventerrein op de Winkelsteeg wat er is, waar ook makkelijk nu met een vergunning gebronnen kan worden. Ja, kwam als beste uit de bus. Er zijn meerdere treinen bekeken, maar deze scoorde eigenlijk op die aspecten. Dus bereikbaarheid, snelheid, centrale ligging. Het kwam het beste eruit. Het nieuwe gebouw moet voldoen aan voldoende ruimtebeslag. Een gemakkelijke toegankelijkheid voor met name de kantoorfuncties. Dus wat dat betreft, met de meeste kantoorfuncties hoeven wij ook niet in het centrum van Nijmegen te zitten. Zitten we liever aan de buitenkant. Dat is beter benaderbaar. En de grond is daar, en dat is een hard gezegde, maar is natuurlijk wel een stukje goedkoper. En daar kijken we ook naar. Dat huidige gebouw is op dit moment eigendom van de Nationale Politie. En wij gaan dat gewoon in de verkoop zetten. Dus wat dat betreft wordt het verkocht op termijn. We'll be right back.